blij, want we zijn geen foute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn... Dit is dus het noodboek van Sinterklaas. Want het grote boek zit nog in de kluis, ja. En nou is die boekenpiet, die heeft natuurlijk het nummer wat hij in moet drukken vergeten. Maar het briefje is wel ergens. Maar dat is nog een geheimtje. Dat ga ik jullie nog niet verklappen. Ik kan jullie wel vertellen dat het allemaal goed komt. Echt waar. Ja, nee, echt, Piet. Ongelukkig shit. Ja. Radio Piet, het komt allemaal goed. Even een vraagje, hè. Zouden ze nog wel een liedje kunnen zingen? Ik hoop het. Kunnen jullie nog een lied zingen? Ja. Welk liedje gaan we zingen dan? Een stoomboot. Oh, die vind ik alle meter zo mooi, zeg. Piet Gijs komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas in Siemens staan. Hoe het komt zijn paardje en zijn kootje. Hoe waaien de wimpels al in en alweer. Dan uit drie tekeningen ga ik grabbelen. Wat uitzoeken en die krijgen een extra prijsje. Ja, ja. Tientje, 20 euro, 1000 euro, koel. Ja! Kom maar naar voren. Kom eens even. Dag, wat zie je er goed uit, zegt Jack. Hey. Heb jij een mooie cape om en een mooie mijter. Je leek net echt op Sinterklaas. Ja, maar je hebt toch geen baard, hè? Nee, dat kan ik niet. Daar moet je ook ouder voor zijn. Sinterklaas is natuurlijk heel modern. Huh? Een iPad. Nou, Piet, kom eens even, ga eens even zitten. Kijk, dit is de pet van Piet. En dan zeggen wij iPad. Maar dat is het niet. Natuurlijk, je mag hem even aaien. Ga maar even aaien. Het is toch geen hond? Nee, het is Piet. Ga lekker zitten, Piet. Het was een grapje, hoor. Klopt het nog? Die is van jou, hè? Nou, zo, laat maar eens kijken. Die heeft Liv gemaakt. Wat goed, hè? Een applaus voor jou, Liv, hoor. En jij krijgt toch een cadeautje van Piet. Gaan we naar Piet. Kijk u eens. Als kamer 2. En dat is... Oh. Tino! Cool, hè? High five, jongen. Oh, lekker man. En de box? Goed zo. Piet? Je mag cadeautje maken, hele cadeautje met jou. Kijk u, één keer zet een bandje, alsjeblieft. Dat zet de bandje, Piet toch. Ja, gewoon in de radio. Piet. Ja. We hebben meerdere cadeautjes. Ja, dat klopt. Maar als nu juf Marieke van hier en de andere vrijwilligers van het prachtige huis van Katoen het gaat uitdelen aan deze lieve, lieve kinderen. Maar eerst wil ik nog één liedje horen. Ja. En dat is... Hoe binnen zit het eigenlijk? Nee.